Hallo en welkom bij deze videotutorial over SumoPaint. Paint. Ik ga je in deze video kort de leukste functies van dit online Paint programma laten zien. En Om te beginnen moeten we natuurlijk naar www.sumopaint.com en je kan al meteen beginnen met te registreren. Dat is trouwens niet nodig als je gewoon met het programma wil spelen, maar wil je je werk opslaan of wil je het delen met je vrienden, dan kan je best gewoon een account hebben. Dus we maken er eentje aan. Dat is ondertussen al bekende kost. Een username verzinnen, een wachtwoordje. En je e-mailadres opgeven. Registreren. En we zijn vertrokken. Als je geregistreerd bent, dan komen je werkjes ook in de... Galerij van Sumo terecht. Je kan hier al een beetje kijken naar het werk van andere mensen. Je kan ook favorieten toevoegen. Er is een heel uh, community-deel dat een beetje doet denken aan Twitter. Maar wat ons interesseert is natuurlijk het eigenlijke programma. En dat vind je hier bij Open Sumo Paint. En dan krijg je een nieuw venstertje. Zo. En zoals je ziet komt dat vrij bekend voor. Waar het programma vooral goed in is, is het genereren van beelden. Het lijkt bijna gemaakt voor mensen die uh, niet echt een vaste hand hebben en ik zal je dat meteen laten zien. Uh, dit is mijn normale tekenstijl. Ik heb absoluut geen vaste hand. Maar uh, Sumo is uitgerust met iets dat gravity heet. En naarmate je dat uh, harder zet, gaat dat automatisch je lijnen uh, zachter maken. Je zal hier zien. Je kan dat ook vertragen. Ik zal het iets sneller zetten. Dat het iets dichter bij mijn uh, eigen snelheid komt. Zo. En dat ziet er al een pak beter uit dan die lijntjes hieronder. Je kan dat um, heel hard zetten en dan zal het automatisch al je lijnen tot cirkels herleiden. Ik ben op dit moment niks meer aan het doen, maar het ding blijft wel gewoon tekenen. En dat is al één manier om redelijk fatsoenlijke beelden te maken. Een tweede trucje waarmee Sumo is uitgerust is uh, Symmetry. Ik ga hier eens een andere borstel nemen. En wat Symmetry doet is automatisch 6 of uh, 34 borstelstreken op je papier zetten. Ik kies hier voor 14. En hij zet dat automatisch in een cirkeltje. Dus op die manier kan je vrij makkelijk um, allerlei vreemde constructies maken. Wil je het jezelf nu echt makkelijk maken om, om een vrij futuristische tekening te maken, dan ga je voor de Symmetry Tool. Je kan kiezen hoeveel symmetry points je hier zet en of je al dan niet altijd dezelfde kleur gebruikt. En die Symmetry Tool. Is automatisch um, een vrij makkelijke manier om iets redelijk modern te maken. En echt moeilijk is het dus niet om daar iets mee te tekenen. Of het mooi is, is natuurlijk een andere zaak. Nog zo'n handige functie om uh, dingen te genereren zijn de automatische shapes. Ik zal hier nog eens een nieuw blad pakken. En ik zal je meteen de shapes laten zien. Je kan die ook de vulling veranderen naar iets dat je leuk vindt. Um, je hebt een aantal shapes, je hebt gewoon cirkels die je rond of lang maakt, je hebt een uh, pakman dingetje en je hebt dus die, die sterren en vijfhoeken die veranderen naarmate je ermee roteert. En dat wordt vooral leuk als je dat op Shape Trails zet, want dan krijg je een soort schetseffect waarmee je dus een, een vrij vreemde combinatie van vormen kan maken. Zo, Bijvoorbeeld. Je vindt die shape trails trouwens ook bij de gewone lijntools. Wil je bijvoorbeeld een automatische cirkel maken of zelfs een soort iets dat op een lampion lijkt, dan is dat allemaal vrij simpel. Wat ik je nu nog wil laten zien zijn een aantal van de automatische filters. Je gaat er daar Vrij veel van herkennen ook van uh, bijvoorbeeld een Photoshop Pro. Je kan hier een uh, vierkant maken van je werk, je kan er cilinders van maken. Je hebt iets als Perspective Tiling, waarbij je een soort landschap krijgt met allemaal tegeltjes met dat ene tekeningetje in. En om nog eens verder bij de filters te gaan, ga ik beginnen met Noise. Perlin Noise zou je normaal gezien ook moeten kennen van andere programma's. Dat is vooral handig om gewoon een achtergrond te hebben waar je daarna mee gaat spelen. Je kan dat bijvoorbeeld um, lijntjes inmaken. Zo. Als een soort uh, wolkenachtergrond is dat wel handig. En dan kan je daarna... Daar een hele hoop filters op loslaten. Het is ook weer zoiets dat je vrij snel gemaakt hebt en zonder al te veel ervaring al iets kan maken dat er toch al redelijk oké okay uitziet. Het programma doet verder ook heel veel van wat andere paintprogramma's doen. Je hebt een clone tool, je kan... Um, stukjes knippen en plakken. Je kan beelden roteren, flippen en schaduwen zetten. Ik ga je daar vooral zelf mee laten experimenteren. Ik stel voor dat je daarna al je beelden deelt met de rest van de wereld. Ik zal je nog even laten zien hoe je dat doet. Je geeft het ding gewoon een naam. Je kan hier aangeven of andere mensen dat mogen herwerken. Dan wel. Of het alleen voor jou is of, of ze het zelfs niet mogen zien. Klik op Save. En je zal dan later je werk terugvinden in die galerij die we hier al gezien hebben. Voordien hier. Je gaat er waarschijnlijk wel naar moeten zoeken. En daar zit hij. De rest laat ik aan jou over. Succes ermee.